into your lungs. Go into the breathing. The fear is a signal. But when you do the breathing, the fear will disappear. Jarenlang werd Iceman Wim Hof geprezen om zijn methode, ademhalingstechnieken in combinatie met ijsbaden en meditatie. Maar het tij lijkt te keren nu er steeds meer gevallen van verdrinking bekend worden. Hof moet in 2024 voor de rechter komen voor de dood van een Amerikaanse tiener. No more young Americans should die doing the Wim Hof breathing methods, which we've seen have a proven track record of leaving deaths and drownings in their wake. This is a $67 million case. Ja, even Wim Hoffen. Dat is iets wat steeds meer mensen doen, in een ijskoud bad gaan zitten. Doortje, jij was altijd al, ja, had al wel een fascinatie voor Wim Hof en die methode. En nu gaat het natuurlijk vooral over die rechtszaak. Ja. Wat is het waar hij van wordt beschuldigd, verdacht of voor aangeklaagd? Nou, die rechtszaak in Amerika, dat gaat over een meisje van 17. En zij is dood aangetroffen in een ondiep zwembad. En het is bekend dat zij bezig was met Wim Hof. Dus met die ademhalingstechniek en met dat koud water gebeuren. Nu klaagt haar vader dus Wim Hof aan. Eigenlijk vanwege haar dood. Dat is in een notendop wat er aan de hand is. Want weten ze dan precies waar zij aan is gestorven? Die nee, kijk, dat is natuurlijk het lastige van die rechtszaak. Dat kan je natuurlijk niet precies nagaan. Ze weten in elk geval dat zij dus bezig was met die methode. Dat ze hebben die computer uit elkaar getrokken. En daar is uitgebleken dat zij heel veel keek naar filmpjes van Wim Hof. Heel veel onderzoek daarnaar deed. En ze weten ook dat ze het vaak doet. Dus het is een soort 1-in-1-is-2 situatie. Vandaar dat die vader zegt van dat is genoeg om aan te nemen dat ze daarmee bezig was. En wat is volgens die aanklacht dan zo gevaarlijk aan die methode nou, van Wim Hof? Kijk, wat het ding is met Wim Hof, bestaat eigenlijk uit twee delen. Dus je hebt die ademhalingstechniek, wat je hem ook ziet doen, dat heel heftig, heel heftig in en uit ademen. Best wel heftig. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Dat is gewoon ook super heftig. En dus in ijsbaden zitten en in koud water. En die man is natuurlijk een soort living legend. Die heeft, geloof ik, ongeveer 30 Guinness Book of Records records gebroken. Die heeft honderden meters onder ijs gezwommen. Die heeft 2 uur in een ijsbad gezeten. Die heeft echt alles gedaan wat je maar kan bedenken op dat vlak. Maar goed, het ding is dus, ze houden ook bij die Wim Hof methode, zeg maar, dat die ademhalingstechniek en dat in koud water gaan in principe gescheiden. Dat zijn alleen, twee verschillende dingen eigenlijk. Dat zijn twee onderdelen die, zeg maar, los van elkaar staan. En die elkaar versterken, zeg maar. Maar goed, dus zij zeggen, ja, je moet die breathing techniek niet in water gaan doen. Want dat is gevaarlijk, want je kan ook gewoon flauw vallen van dat circular breathing. Maar ja, ondertussen zie je natuurlijk wel op Instagram en op YouTube zie je Wim Hof de hele tijd in allerlei meren en in ijszee. En dan denk je, er zouden meer mensen zijn overleden aan deze methode. I was practicing the Wim Hof method. Ended up having a hypoxic blackout underwater, no life support for 4 weeks. When he did pass out under the water and no one noticed, about approximately 30 minutes later that he was found. And he was in like a meditative position underwater, hearts beating, but you know, there's just no brain activities. Anybody taking Wim's work and going into a pool and hyperventilating, you're just playing roulette. There's nobody in that organization currently that understands the physiology. I don't think they have a grasp on. People have died. Wat ik dus wel ingewikkeld vind, is dat Wim Hof dan zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor die Wim Hof-methode. Ja. Hoe zit het? Heet dat de snap Wim Hof-methode? Dat is heel verwarrend. Nou, het ding is dus, dat hele Wim Hof-imperium wordt eigenlijk geleid door de zoon van Wim Hof en niet door Wim Hof zelf. Wat er eigenlijk is gebeurd, is dat die zoon, die heeft een jaar of 10 geleden of zo bedacht, die vader van mij, dat is best wel een iconic figuur, om maar even met dit jargon te spreken. En hij had branding en marketing volgens mij gestudeerd. Hij was gespecialiseerd ook in buitenlandse reizen, markten en zo. Dus hij dacht, oké, ik kan wel met mijn vader een soort imperium gaan opzetten rond deze lifestyle van hem. En Wim Hof was in die tijd al een, ja, die zwom al de hele tijd, dus honderden meters onder ijs en zo. Dus die was best wel klaar om die rol van grote Wim Hof-influencer op zich te nemen. Vervolgens is dus die zoon is eigenlijk dat hele, ja, dat hele merk. Is eigenlijk dat hele merk rond zijn vader gestart. Inmiddels is, geloof ik, in de tijd was dus ook Wim Hof was dus in loondienst bij
Bij het bedrijf Wim Hof, wat ook best wel grappig is. Wow. Nu is inmiddels is Wim Hof wel ook aandeelhouder geworden. Volgens mij voor 50% of zo van dus dat bedrijf. Dus inmiddels is dat wel rechtgetrokken. Maar dat is natuurlijk heel lang is dat niet zo een best geweest. Wel gekke situatie heel geweest. Vreemd. Maar ja. Wat, zijn jullie van de ijsbaden? Sowieso niet. Nee. Als jij een bedrijf opricht gebaseerd op de ademmethode van je vader... Ja. Dan moet je toch kijken of het schaalbaar is. Ik bedoel, Usain Bolt gaat toch niet nou, in alle bedrijf starten van... ja, hey, koop deze schoenen, je bent het snelste van de wereld. Nou, en precies dit wat jij zegt is ook wat ik er eigenlijk heel interessant aan vind... is dus dat inderdaad deze jongen heeft op een gegeven moment gedacht van... oké, die vader van mij, best wel een apart figuur. Hij doet best wel gekke dingen. Misschien vinden andere mensen het ook wel interessant en leuk om te doen. Maar goed, als je dan een beetje onderzoek doet naar Wim Hof... Wim Hof doet echt hele gekke hele dingen. Gekke ja. Wim Hof neemt klisma's op fonteinen. Ja, ik zeg maar, ja. Dan moeten wij dit allemaal gaan doen. Moeten we dit doen? Vind ik een... ja. Ben je om? Ben je nu ook een ijsbad? Ben je ook een klisma in een fontein? Nee. Hoe sta je erin? Nee, ik neem meestal alleen mijn ijs gewoon bij mijn drankje. Nee. Houd erbij. Dit is niet aan jou besteed. Nee, ja, maar goed, dat vond ik eigenlijk, dat vind ik het frappante van dit verhaal. Dat het dus eigenlijk, die zoon is gewoon een goede marketeer. Die heeft gewoon gedacht, die vader van mij, dat is een interessant figuur. Daar ga ik een bedrijf omheen bouwen. Ondertussen kan je afvragen, ja... zijn die methodes eigenlijk wel geschikt voor iedereen? En kunnen zij nu failliet gaan? Zowel Wim Hof als het bedrijf. Nou, hij zit nu in het bedrijf, dus... Kijk, ze doen het supergoed. Ik ben er een beetje ingedoken. Ze vragen iets van, volgens mij, meer dan 4000 euro voor een cursus. Dus om Wim Hof cursus te doen, om zelf Wim Hof les zeg maar, te kunnen geven. En er zijn al meer dan 1000 mensen die zo'n cursus hebben gedaan. Dus alleen daaraan al verdienen ze miljoenen. Mensen moeten ook afdragen aan Wim Hof... het bedrijf dus om die cursus weer te kunnen geven. Dus dat bedrijf loopt super lekker. Alleen ja, die claim is 67 miljoen. Ja, dat hebben ze vermoedelijk niet in de kas. Nee. Dus ja, kijk, ik denk dat de kans klein is dat ze echt aansprakelijk gaan worden gesteld, eerlijk gezegd. Maar ja, stel dat dat zo is, dan... ja, dan hebben ze wel een probleem, ja. Waar leggen we de Wim Hof-methode ja, op ik vind matrix? Ja, kijk... Heel eerlijk, ik heb het sowieso altijd al koud. Dus ik al bij het idee van... Dus daar zit ik wel bij cringe. Yeah. En dan twijfel ik dus heel erg over highbrow of trash, weet je wel. Dus ik denk, ja, ik vind dat ook een lastige. Moeten we niet rekening houden met... Dit gaat natuurlijk over een rechtszaak waarbij iemand is overleden. Maar het heeft toch ook mensen geholpen? Het heeft ook mensen geholpen, zeker. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze er onwijs baat bij hebben. Ja, ja, het is absoluut. Ook wetenschappelijk wel bewezen dat die koude therapie wel echt werkt. Ja, zeg maar. Universiteit van Nijmegen heeft dat op een gegeven moment onderzocht. Dus wat dat betreft is het wel weer highbrow. Dus misschien kunnen we hem dan zeg maar licht highbrow, zo'n soort zo. Daar. Safi gaat hem gewoon weer... Tot hier en niet verder. Tenzij je meer video's wil zien natuurlijk. Doe dat hier en abonneer op het kanaal van Op de Matrix.